This conference will now be recorded. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Mirjam van der Bos van Health Valley en jullie moderator voor deze sessie. Ik heb hier twee organisaties die iets gaan vertellen over de App to Order. Als het eerste een organisatie die zichzelf strategische nerds noemt. Ze ontwikkelen digitale oplossingen die de gebruiker intuïtief kunnen bedienen. En zo dus jouw doel dus kunnen bedienen. En deze organisatie heet Proudnerds. En namens de organisatie van Proudnerds zijn Michiel Geurts en Casper Kip aanwezig. Ze zwaaien netjes. de andere organisatie die betrokken is bij deze webinar is een organisatie in zorginstelling van een van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Ze begeven zich in Nijmegen. Er werken maar liefst 4000 mensen die elke dag klaarstaan om de zorg, de beste persoonlijke zorg aan de patiënt te leveren. Het CWZ. En namens het CWZ zijn Dick Braam en Ellen Keunig beschikbaar. Mochten er vragen zijn, dan kun je deze stellen in de chat en probeer ik ze gedurende de hele webinar te beantwoorden. Of ik niet, maar onze gasten te beantwoorden. Misschien even leuk om nog heel even kort in te gaan qua introductie naar Proudnerds. Wat zij doen, waar ze voor staan. En daarna wil ik nog even het woord geven aan het CBZ om uit te leggen welke afdeling ze zijn. En dan gaan we verder met de webinar uiteraard. Dus Casper en Michiel, kunnen jullie een klein beetje meer vertellen over wat jullie doen binnen Proudnerds en waar jullie voor staan? Ja, dat kunnen we zeker. Goedemorgen iedereen. Leuk dat jullie ook aanwezig zijn in zulke grote getalen deze ochtend. Om jouw vraag te beantwoorden, Mirjam, even een korte introductie van ons, zonder dat we de hele tijd meteen vol praten. Ik denk dat de introductie die je ons gegeven hebt als strategische nerds, dat wel redelijk klopt. We zijn een digital agency, wat wil zeggen dat we onze klanten en iedereen die daarom vraagt, van A tot Z op het hele digitale spectrum kunnen bedienen. Dus van meedenken over, wat is nou het probleem waar je tegenaan loopt en wat wil je bereiken en hoe kan wat voor digitale oplossing dan ook daar een rol in spelen. Dat doen we met heel veel passie en in het bijzonder in de zorg. Dus we werken veel voor zorgorganisaties en ziekenhuizen, zoals ook het CWZ. Mijn rol, ik ben Casper dus, mijn rol is die van accountmanager. Dus ik ben verantwoordelijk voor met name onze zorgklanten als primaire aanspreekpunt. En Michiel is consultant. Ja, hallo allemaal. Ik ben Michiel, ik ben consultant en ik ben over het algemeen verantwoordelijk voor de vertaling van een vraag naar een technische oplossing. En vervolgens bij de bouw van de oplossing ben ik de product owner en moet ervoor zorgen dat dat wat er gebouwd wordt aansluit bij de vraag. En mijn persoonlijke passie is om dingen te bouwen die zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn. En, dat was hem? Ja, denk ik wel. Ja. Superleuk, dankjewel. Het CWZ, Ellen en Dick, kunnen jullie ook even iets meer toelichten welke afdelingen jullie binnen het CWZ werken? En dan gaan we daarna verder uiteraard over de app to order en hoe de samenwerking daarbij is verlopen. Ja, dat is goed. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Ellen Keunig, ik ben projectleider hier in het ziekenhuis voor MIT, dus dat is voor ICT en medische techniek. En beweeg me door het hele ziekenhuis, maar vooral ook bij ons operatiekamercomplex. Ja. Ik ben Dick Braam, goedemorgen allemaal. Ik ben afdelingshoofd binnen het OK-complex en met name verantwoordelijk voor de centrale sterilisatieafdeling. En daarnaast alle logistieke processen binnen de OK. Super, dankjewel. Je ziet hieronder al een hele mooie scherm staan. We gaan niet alleen de presentatie, we gaan het aan de hand van vragen doen. En de slides die je voor je ziet, dat zullen ondersteunende beelden zijn voor de antwoorden en vragen die gesteld gaan worden.
Nou, als allereerste is het natuurlijk superleuk dat er een unieke een samenwerking is ontstaan over in dit geval App to Order tussen de CWZ en Proud Nerds. En als eerste wilde ik het CWZ eigenlijk vragen, wat is nou jullie visie op de zorginnovatie en met behulp van digitalisering? Want ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk onderwerp is binnen het ziekenhuis. Ja, dat klopt. En dat is zeker de afgelopen jaren heel erg toegenomen. Zeker ook het afgelopen jaar kun je je zo voorstellen met corona. Dus op alle vlakken proberen we in het ziekenhuis om te innoveren. Dat gaat zowel direct voor patiëntenzorg. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld beeldbellen of patiëntenmonitor op afstand. Maar dat gaat dus ook om dit soort innovaties waar de patiënt wat minder dichtop zit. Maar om bijvoorbeeld onze logistiek te verbeteren. Ja. Ja, dat en daar toe te voegen, binnen het OK-complex zijn we daar eigenlijk ook constant wel naar aan het zoeken van hoe kunnen we processen verbeteren. En ja, vooral in deze tijd is de digitalisering daar, heeft daar gewoon een belangrijke rol in. En het is ook wel leuk om te zien als je een idee hebt dat de digitalisering je daarom dan ook kan ondersteunen. En het dan ook echt een probleem op kan lossen of een proces kan verbeteren. Ja, even want we weten natuurlijk niet precies wie hier allemaal in beeld zijn qua functies. Maar zou je, Dick, nog even kunnen uitleggen hoe dat in het kort op de OK in zijn werk gaat? Je hebt operaties, maar er zit natuurlijk een hele logistiek omheen. En waaronder centrale sterilisatie. Misschien dat je een heel klein beetje daarop kunt verdiepen. Ja, dat kan zeker. Wij zijn als afdeling verantwoordelijk voor om alle medische hulpmiddelen eigenlijk op het juiste moment, op de juiste plek te hebben, juiste OK, zeg maar. Dus eigenlijk vanaf het moment dat het instrumentarium bij ons vuil binnenkomt, wat gebruikt is bij een patiënt, dan verwerken wij die instrumentennetten, zorgen weer dat alles steriel is. En dan zetten wij eigenlijk alle instrumentennetten en eigenlijk alle disposable materiaal, medische hulpmiddelen die benodigd zijn bij een ingreep, die zetten wij klaar. En dat doen we aan de hand van standaard klaarzetlijsten. Dus aan een operatie hangt eigenlijk een standaard klaarzetlijst. Maar tijdens een ingreep kan het wel eens gebeuren dat er iets extra's nodig is. Omdat een ingreep ineens verandert, dat er iets gebeurt. Dat er extra materialen nodig zijn of dat er iets op de grond valt waardoor het niet meer steriel is. Dat we iets extra's moeten brengen. Nou, dat soort dingen kunnen natuurlijk allemaal gebeuren. Daar waren wij eigenlijk ook een beetje zoekende in. Hoe kunnen wij dan de klant, in dit geval de OK, het beste faciliteren? Ja, want dat is al meteen een haakje waarschijnlijk. Wat je bedoelt is hoe je op het idee bent gekomen van de app to order. Ja. Dat klopt. Oh, dan kijk ik op de slag. Dat is het inderdaad. Ja, nee, zo zijn we inderdaad op het idee gekomen. Het is eigenlijk, door middel van een grapje is het eigenlijk een beetje ontstaan. Want de communicatie die we hebben op het moment dat een ingreep bijvoorbeeld anders verloopt, de communicatie tussen de OK-assistenten en onze logistiek medewerkers op de CSA, die verliep eigenlijk altijd via een portofoon. En met een portofoon was het lastige daarvan, ben je te verstaan en er is wat ruis op de lijn. Sommige OK-assistenten die benoemen een bepaald artikel op zijn of haar manier, waarop onze medewerkers die niet zo ver geschoold zijn als de operatieassistenten, maar eigenlijk meer gericht op die dienstverlening, weet je dan ook precies wat er wordt bedoeld. En zo zijn wij met de afdelingshoofden zijn we gaan brainstormen. En hebben we eigenlijk de link gelegd naar de horeca. Want je zit op het terras en je bestelt een biertje of een colaatje of een biefstukje. En ze tikken hem in op een terminal. En het is al in de keuken of aan de bar en het wordt al ingeschud. Of het ligt al in de pan, bij wijze van. En zo hebben we daarover zitten grappen. En toen dachten we van ja, waarom zou dat eigenlijk bij ons niet zo kunnen? En zo zijn we eigenlijk met het idee gekomen, middels een app.
Oké, okay, en binnen het ziekenhuis, hoe werkt dat dan? Wie heb je er allemaal bij getrokken? Wie heb je dit idee eigenlijk verder gebracht? We zijn begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit, hoe kunnen we het überhaupt aanpakken? Nou, we binnen ons ziekenhuis hebben we een innovatiecommissie. En daar zijn we ook begonnen. Omdat we in het voortraject hebben een rondje gebeld met collega ziekenhuizen. Om te kijken van nou, hoe hebben jullie deze communicatie ingericht? En je hoorde wel veel telefoon of portofoon. Hoorde je wel veel terug in dat rondje bellen, zeg maar. Dus echt zo'n app. Dat was nog niet op de markt. En vandaar dat we hem hebben uitgeschreven en in hebben gediend bij de innovatiecommissie. Omdat het iets nieuws is om te kijken van kunnen we geld vrijmaken om eens te kijken of dat deze oplossing ook echt iets kan bieden. Want dat was uiteindelijk wel de vraag. Het was een leuk idee, maar werkt het dan ook zoals je het hebt bedacht? Ja. En vandaar dat we die route hebben gekozen binnen het ziekenhuis. Kun je verder nog iets aan toe komen? Ja, zeker, ja. Nee, ja, Dick kwam dus met het hele goede idee en samen hebben we inderdaad het innovatiefonds zover gekregen om dit te gaan ondersteunen. En toen waren we op een punt dat we moesten gaan kijken van hoe krijgen we nu dan zo'n app van de grond? Want zelf bouwen we geen apps in het ziekenhuis. Ja. Dus we zijn naar aanbieders op zoek gegaan en we hebben een stuk of vier partijen gesproken. Waarbij we het van belang vonden dat we het gevoel hadden dat die aanbieder met ons mee kon groeien in het idee. We hadden niet het idee bestond dus nog niet. Wat Dick eigenlijk beschrijft, elders hebben we het niet kunnen vinden, een dergelijke oplossing. We wisten ook niet precies wat we neer wouden gaan zetten. Welke functionaliteiten nou precies handig zouden zijn en wat we minder zouden gebruiken. Dus we waren op zoek naar een partij die dat samen met ons ging onderzoeken. Dus niet in één keer een kant-en-klaar product aflevert. Maar veel meer goed luistert naar de functionele eisen die we hadden. En stapsgewijs tot een goed product zou gaan komen met ons. En daarbij is uiteindelijk onze keuze voor de ProudNerds gevallen. Ja. En je had het net even over de innovatiecommissie. Die openstaat voor allerlei innovatieideeën. Dit betekent voor alle afdelingen of zitten daar verschillende orde van grootte in nog? Of? Dit is een specifieke vraag die binnenkwam net. Volgens mij is deze commissie vooral eigenlijk ziekenhuisbreed. Dus iedereen die een bepaald idee heeft op het gebied van innovatie, die moet daar een stuk voor schrijven, een plan voor schrijven. En die kan hem daar indienen. En dan wordt die door een vrij uitgebreide commissie met allerlei verschillende functies, met verschillende verantwoordelijkheden, wordt er gekeken naar het idee. En die brengen uiteindelijk een advies uit aan de Raad van Bestuur. En die beslissen uiteindelijk, gaan we dit wel of niet doen? Ja. En nou zie ik dat de samenwerking is opgezet vanaf 6 november. Ik krijg ondertussen nog even gerelateerd aan de innovatiecommissie. Is er vooraf bij een innovatiecommissie een bepaald budget bepaald? Er is een vraag die binnenkomt. Ik zie geen naam staan helaas. Maar kun je daar over antwoorden? Of is dat iets wat binnen het CWZ blijft? Ja, nee, dat is geen punt. Ik weet niet of het om euro's ging. Maar we hadden wel van tevoren, door al wat verkennende gesprekken te houden met de aanbieders, een richtprijs voor onszelf in gedachten. Waarbinnen we in ieder geval een goede pilot wouden neerzetten. Omdat we zelf nog in de praktijk wouden toetsen, zijn we inderdaad zo blij met wat we nu verzinnen. Hebben we nog niet voor het volledige product een prijs vastgesteld. Maar wel, we wisten, we hebben een x-bedrag willen we graag hebben om in ieder geval een goede pilot te kunnen draaien. Ja. Dankjewel. Nou, dan ga ik even terug naar 6 november. Daar zie ik staan, de projectgroep CWZ en ProudNerds zijn opgezet en is dus het start van het prototype ontwikkeld. ProudNerds, jullie kwamen aan boord. Wat was jullie eerste reactie? Of wat ga je doen als je bij zo'n werkgroep komt?
Nou, van natuurlijk een superleuk project. We waren natuurlijk ook heel erg blij dat wij gevraagd werden om mee te helpen. We kennen de CWZ al een hele tijd, dus ze waren ook heel tevreden over ons. Dus dat was heel prettig. En ja, in de eerste instantie was ik eigenlijk een beetje verbaasd toen ik hoorde dat die communicatie via portofoons ging. Dat is natuurlijk heel veel technieken om dat op een andere manier op te lossen. En was eigenlijk super enthousiast over het hele idee en om het te gaan uitvoeren. En ook toen wij gevraagd werden om aan te sluiten bij de projectgroep, toen zag ik ook echt onze rol natuurlijk om ook mee te denken met het idee en als wij daar aanvulling op hadden om die in te brengen. Maar met name ook om een hele robuuste, veilige applicatie te bouwen en gebruikersvriendelijkheid, ja, dat stond bij ons op nummer 1. Dat staat eigenlijk altijd op 1, maar dat is in dit geval extreem belangrijk dat alles gewoon heel soepel loopt en dat ook de medewerkers direct met die app aan de slag konden. Ja, want eigenlijk wat ik proef is dat jullie willen creëren met deze app, is dat er een rust ontstaat in het logistieke proces rondom nou ja, het leveren van de materialen op de OK's. Want een OK is vaak al een stressvolle ervaring. Of in ieder geval, als alles goed gaat, gaat het natuurlijk goed. Maar als er iets met spoed moet komen, dan moet het natuurlijk soepel verlopen. We gaan even iets dieper van hoe is het proces en het ontwerpen van deze app ingegaan. En ik kreeg daar ondertussen ook een vraag binnen van Paul over welke platformen is de app beschikbaar. En ik denk dat je die misschien wel in je antwoord kunt meenemen. Ja, nou in principe het idee was relatief simpel. Dus het was niet een hele complexe app. En we hebben er ook voor gekozen om het in eerste instantie heel klein te houden. Dus we wilden zo snel mogelijk toewerken naar een werkend prototype. Zonder al te veel toeters en bellen, maar gewoon echt gericht op functionaliteit. En dat het zo snel mogelijk getest kan worden. Dat noemen we eigenlijk fase 1 genoemd. Die hebben we opgedeeld in twee stukken. Dus we hebben het eerst heel snel een prototype ontwikkeld. Die is toen ingezet bij twee OK's. En het idee was om die een tijdje te laten draaien, dan te evalueren en dan het prototype uit te breiden met de wensen en de punten die uit de evaluatie kwamen. En dan een tweede evaluatieperiode in te schakelen. Maar goed, de app die was zo succesvol, dus hij is al heel snel opgeschaald van 2 OK's naar 11 OK's. Dus degenen die er al mee gewerkt hadden, ja, die waren zo blij ermee dat ze eigenlijk gewoon daar continu mee wilden werken. Dus dat was heel prettig. Michiel, wie werkte echt mee? Wie heeft de app echt in handen? Of misschien kan Dick die beter beantwoorden? Ja, ik ga zo meteen nog de werking van de app uitleggen. Dat is misschien makkelijker ook met de screenshots. Dan kan ik beter uitleg geven van hoe die precies werkt. Maar in ieder geval, het idee is dat de OK-assistenten, die hebben een app in de OK. Dat is een browser-gebaseerde app. Dus alles zit eigenlijk in de cloud. Dus ook om terug te komen op de techniek. Hij is ontwikkeld op een .NET platform, maar dat is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Je hebt alleen maar een browser nodig om hem te kunnen gebruiken. En dan in de OK kan dan de OK-assistent een bestelling plaatsen. Net zo eigenlijk alsof je bij bol.com iets koopt. Die plaatst een bestelling, dan komt hij bij de CSA-medewerker, komt de bestelling binnen. Die kan de spullen verzamelen en afleveren. En de CSA-medewerker die heeft ook een, het is eigenlijk ook een webapp is het. Dus het is wel een app, maar hij draait achter de schermen ook in een browser. Dus die is ook apparaat onafhankelijk. Dus die kan in principe kan die op een Android, maar ook op een iPhone bijvoorbeeld. Ja. En door het woord app, dat zal ik er nog even aan toevoegen, denken mensen heel snel aan iets wat je dus op je telefoon hebt. Wat gebeurt in het geval van de CSA-medewerkers? Is dat ook zo? Daar draait hij, maar dat zal Dick misschien, dat komt zo nog wel aan bod, draait hij inderdaad op een telefoon. Bij de OK draait hij op een desktop, dus daar is gewoon een scherm wat ze toch wel hebben staan. Daar draait hij de applicatie dan. Oké, en om het proces af te maken, dus na de evaluatieronde, er was dus echt nog een prototype wat er stond. Toen hebben we met z'n allen totaal geëvalueerd. Nou, iedereen was echt verschrikkelijk enthousiast natuurlijk. En toen hebben we besloten om er nog een project aan vast te plakken. En toen is de app echt ontwikkeld als finaal product, dus echt een release candidate. En die we heel robuust hebben gemaakt, de beveiliging hebben we heel veel aandacht aan besteed.
Nog de puntjes op de i gezet. En toen was ongeveer na de zomervakantie vorig jaar, was die gewoon up and running en hadden we een finaal product wat gewoon goed opereert. Dat is in de notendop van stress. Ja, dankjewel. Ik ben nog even aan de kant van Solidet. Dat is een projectlijn. Ik hoor even een echo. Oh. Elle is natuurlijk projectleider geweest aan de kant van CWZ en Dick uiteraard heel close naast haar. Zo'n proces die Michiel net beschreef, welke stappen maakt CWZ daarbij? Op wat voor momenten, op wat voor resultaten willen jullie zien om te zeggen wij gaan echt verder met de app? Ja, wat we als allerbelangrijkste vonden, is dat de app werd ontwikkeld met de mensen die ze ook daadwerkelijk zouden gaan gebruiken. Dus we hebben een werkgroep opgestart, waarin ook daadwerkelijk OK-assistenten deelnamen en logistiek medewerkers van de CSA. Zodat we niet een heel mooi idee aan het uitwerken waren, wat vervolgens in de praktijk toch niet helemaal raak blijkt te zijn. Dus dat was als allereerst heel erg belangrijk voor ons. En verder ging het erom dat we de mogelijkheid hadden om tussentijds te beoordelen. Waar we het eerder ook al over hadden. Het was nog niet een volledig afgebakend idee. Dus dat was voor ons heel relevant. Dus tussentijds kregen wij eerst bijvoorbeeld ook papieren versies eigenlijk te zien. Van nou, zo gaat het eruit zien. Of aan deze knoppen moet je denken. Maar dat helpt wel om beeld te krijgen voor de eindgebruiker. Van ja, wat zijn ze nu eigenlijk aan het bouwen? Wat zijn ze van plan om te bouwen? Daarna krijg je een keer een versie waar je wel doorheen kan klikken, maar die nog niet werkt, zeg maar. Maar dat was voor ons heel relevant, dat wij tussentijds nog konden bijstellen. Ja, en het feit dat het echt iets moest verbeteren en ook oplossen. Dus, en dat was, vond ik wel mooi in de gesprekken die we dan in die werkgroep hadden, is juist de mensen van de werkvloer gewoon laten vertellen van hoe gaat dat dan? In de praktijk en dat de pro-nerds in dit geval daar dan gelijk op konden inhaken. Zo van ja, maar dan kun je dit of je kunt het zo of je kunt het op die manier. En dat heeft, ja, zo zijn we ook heel snel tot bepaalde keuzes en resultaten gekomen. En wat Ellen zegt, om het dan ook echt te zien en te voelen en te gebruiken. En daarin zijn de mensen in de werkgroep ook belangrijk geweest, want dit waren in totaal dan 4 medewerkers. Maar die dragen het wel uit naar de vloer en die halen wel op van de mensen op de werkvloer van nou, waar loop je dan tegenaan? En wat zou er dan anders moeten? En dat was, dat was gewoon ja, een hele fijne inbreng weer in de werkgroep om het uiteindelijk gewoon een goede app te maken. Ja. Ja, helder. Dankjewel. En nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe werkt de app. Volgens mij staat ook de volgende slide en wil ik heel graag Proud Nerds ook weer het woord geven om, nou, je hebt het al in het kort uitgelegd, maar hier hebben we met beeld hoe dat dus in zijn werk gaat. Ja, de app die bestaat dus uit 2 gedeeltes. Ja, eigenlijk 3. Eentje die zie je niet, dat is het beheer. Een belangrijk onderdeel is natuurlijk de operatiekamer. Dat is die bovenste grijze balk. Dat is een op een groot scherm in een browser. En aan de linkerkant, het is een beetje klein weergegeven, maar daar is eigenlijk een overzicht van alle materialen en producten die besteld kunnen worden. En een hele intelligente zoekfunctie en een filterfunctie. Dat was een heel belangrijk aandachtspunt. Dus dat de materialen dus die besteld moeten worden heel snel gevonden konden worden. Daar hebben we ook veel aandacht aan besteed. Daar hebben we ook veel intelligentie ingebouwd. Op het moment dus dat er een product gevonden is, dan kun je dat toevoegen aan een winkelmandje. Eigenlijk een beetje hetzelfde als bij iedere webshop. Dan kun je een bestelling kun je opvoeren. Je kunt nog de aantallen aanpassen. Of bijvoorbeeld zeggen van, ik wil een enkel product hebben of ik wil een hele doos hebben. En dan druk je op de knop bestellen. En dan wordt de bestelling verstuurd naar de OKC. Dus naar een van de medewerkers. Er zijn dan altijd een aantal medewerkers die zeg maar die dienst hebben. Die hebben allemaal een telefoon. Die bestelling komt bij al die telefoons komt die binnen. Dat is dus visueel, maar ook audioeel. Dan kunnen ze op het scherm kijken en dan kunnen ze de bestelling oppakken. Het gebeurt heel simpel, je hoeft alleen maar op de bestelling te klikken en vervolgens is die bestelling opgepakt door die betreffende medewerker.
Nou, die betreffende medewerker die kan dan de details van de bestelling kan die bekijken. Er staat ook precies bij waar hij de producten kan vinden. Dus in welke gangen of in welke rekken. Je kan die ophalen. En vervolgens kan hij de bestelling afleveren in de opdekruimte. En dan zet hij de bestelling op gereed. En dan krijgt de OK ook een signaaltje dat de bestelling klaar staat. En die kan dan de bestelling ophalen. Dit is het in een notendop. Dus in principe is het niet complex. We moeten het wel zo soepel mogelijk laten lopen. Dus we hebben veel aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we ook nog een functie ingebouwd. Dat er ook nog berichten heen en weer gestuurd kunnen worden. Dus bijvoorbeeld dat de korvenwagen opgehaald kan worden. Andere zaken, zeg maar. Dat is gewoon helemaal vrij in te richten. Daarnaast zijn er nog wat opties. Dat een bestelling bijvoorbeeld met spoed aangemerkt kan worden. En er zit ook nog statistiekmodule in. Dat is natuurlijk ook heel prettig. Dus dat je achteraf kan kijken van nou, welke... wat is bijvoorbeeld de levertijd geweest? En kunnen we dat misschien verder optimaliseren? Maar ook van welke producten zijn nou het meest besteld? En op basis daarvan kun je wellicht ook weer de standaard sets aanpassen. Zodat je de dingen minder vaak hoeft te bestellen. Dankjewel. Ik kreeg nog een vraag binnen van Paul. Hij vraagt zich af of de database die gebruikt is voor het vullen van... Van de bestelling, is dat een reeds bestaande database of zijn er ook echt nieuwe benodigdheden toegevoegd? En ik neem aan dat hij hier bedoelt de database qua instrumentarium. Of... Ja, hij is nu gekoppeld met Higgs. Dus bij de Higgs database is alle materialen en gegevens die kunnen gewoon allemaal geïmporteerd worden via een export- en een importfunctie. Het is zo gebouwd dat het nog wel aangevuld kan worden met aliassen. Dus in Higgs zijn de omschrijvingen soms misschien niet helemaal duidelijk of andere zaken. Dus je kunt nog aliassen invoeren. Dat is het in de notendop. Er kan ook zoals aanpassingen zijn in Higgs, kan ook een nieuwe export plaatsvinden. En dan komen de nieuwe materialen of de gewijzigde materialen komen automatisch in het systeem. Ja. Super, dankjewel. Ja, het waren twee bronnen in feite, dus ERP en Higgs. En dat heeft nauwelijks aanpassing gevraagd. Dat is meer de aanpassingen die we daar nog op gedaan hebben, is zorgen dat we beter kunnen filteren. Dus we hebben bijvoorbeeld categorieën als kolom toegevoegd, zodat je kunt filteren op ik wil nu hechtmaterialen zien of ik wil katheters zien. Dus dat hebben we aan die tabellen wel toegevoegd. Maar verder is het dus bestaande informatie. Ja. En daar gelijk op inspringend, Dick, merk je al in op de OK dat... qua werkwijze ook al die categorieën bijvoorbeeld al heel veel uitmaken. Qua functionaliteit en qua ervaringen met de app. Ja, dat wisten we eigenlijk vanaf het begin af aan, want dat wordt de uitdaging. Want hoe het was met de portefeuille was het voor de OK vrij makkelijk om gewoon te roepen wat ze wilden hebben. En nu moesten ze echt opzoeken en ook echt het werkelijke product aanklikken. En dat is toch wel wat anders. En daarom hebben we ook daar wel veel energie in gestopt. Om die zoekfunctie zo goed mogelijk te maken. En dat is dus inderdaad met categorieën hebben we dat gedaan. Maar ook als je drie letters intypt, dat je al, zeg maar dat die dan al filtert. We hebben aan de achterkant, wat Michiel net zegt, het synonieme. Iemand echoet heel erg. Ja, ik denk Wout meer. Ja. En dat, ja, dank je. En dat, dat heeft wel geholpen, zeg maar, op de OK, om op de, ja, om ook het juiste te kunnen vinden. En voor ons op de, als logistiek medewerker van de CSA is het gewoon hartstikke fijn. Want je krijgt gewoon op die telefoon staat gewoon precies welk artikel, waar dat artikel ligt in de schappen en naar welke OK die gebracht moet worden. En dat maakt het gewoon een stuk makkelijker. Ja. Ik weet de eerste dag dat jullie hem in gebruik hadden, kwam er iemand bij jullie van logistiek naar me toe. Dit is fantastisch. Maar gewoon omdat ze niet meer hoefden te onthouden welke OK het was en welke producten ze nou precies wilden hebben en waar die dan liggen.
Dus ja, dat helpt heel erg. Dus dat is meer rust in het totale proces eigenlijk. Want zowel op de OK, weet je, je moet je voorstellen met zo'n porto om daar doorheen te praten. Het geeft toch ruis, terwijl je eigenlijk bezig bent met die ingreep. Ja. En nu is het gewoon iemand die gaat gewoon naar die PC en die zoekt het gewoon op. En ja, daar heeft eigenlijk niemand geen last van. En ja, ook op de CSA geeft het gewoon rust. Want wat Ellen zegt, je hoeft niks meer te onthouden. Het staat er gewoon, je kunt het gewoon terugvinden. En ja, dat brengt gewoon in het totale proces brengt het gewoon ja, rust en ja, duidelijkheid voor iedereen. Ja, super. En je hebt een pilotfase gehad. Van hoeveel weken? En na hoeveel weken had je zoiets van, oké, nu gaan we het echt uitrollen. Oh. Nou, we hebben, ja, dat ging heel snel, want we hadden zeg maar na 2 of 3 dagen al zoiets van, nou ja, waarom 2 OK's? Sommige mensen waren al stiekem op een andere OK aan het inloggen, omdat ze het toch wel fijn vonden. En toen hebben we het ook nagevraagd bij de NUATS van, ja, kan het systeem het aan om gelijk alles te doen? Ja, nou, dat was mogelijk. Dus daar hebben we eigenlijk heel snel, ja, ik denk binnen een week, ja, gezegd van, nou, we gaan er gewoon die pilot gewoon uitbreiden. Maar ook, weet je, in zo'n pilot lopen sommige dingen lopen ook niet helemaal. Ja, daar is natuurlijk een pilot voor. Ja. En, maar als je dan de vraag stelde van, nou goed, prima, dan gaan we nu terug naar de portefeuille. Ja, nee, maar zo erg is het niet. Kreeg je dan terug als antwoord. En dan, ja, daarmee ja, konden we heel mooi filteren van ja, hoe fijn mensen het ja, ja, toch vinden om er op deze manier mee te werken. Ja, en verandering is natuurlijk altijd spannend. Ik krijg nog een hele leuke vraag binnen van Han. Is de app ook te gebruiken voor andere logistieke processen, zoals de aan- en afvoer van scopen van de endoscopieafdeling? Hebben jullie daar al ervaring mee? Of? Hele leuke vraag, want daar zie ik op zich ook wel een toegevoegde waarde. Maar die hebben we nog niet met Proud Nerds besproken. Maar ja, misschien kunnen zij ook antwoord geven, maar lijkt mij niet meer als een bericht wat ze nu vanuit een OK naar de CSA doen. Dat kan volgens mij ook vanuit een scopie komen. Kasper, ik zag de microfoon aangaan. Wil je daarop antwoorden? Ja, dat klopt. Nou ja, wat ik aan toe wilde voegen, want inderdaad, in principe is de app zo gebouwd dat die eigenlijk het logistieke proces ontzorgt. Dus er wordt een aanvraag gedaan en er wordt iets geleverd. Dus daar waar het... waar dat ook mogelijk kan zijn of waar dat uitgebreid kan worden, dan is dat natuurlijk mogelijk. Er is nu in de beginfase ook al een paar keer gezegd, echt voor gekozen om het zo lean en mean mogelijk en zo knop mogelijk te houden om juist dat waar het voor dient, om dat doel zo goed mogelijk te dienen, zal ik maar zeggen. Maar we merken nu ook al, naarmate het CBZ natuurlijk het product langer gebruikt, maar ook we met andere ziekenhuizen in gesprek zijn, dat er steeds meer vragen komen over, oh, kunnen we dan dit stukje van het proces, wat ervoor zit of wat erachter zit, er ook aan toevoegen? En kunnen we misschien ja, wel automatisch informatie laten verrijken voor de klaarzetlijsten, dat we die ook digitaal nou ja, kunnen laten aanvullen. Dus nou, dat zijn zaken die nu nog niet in de app zitten, omdat het, nou, wat we het bewust redelijk klein gehouden hebben. Maar dat zijn wel dingen die op de backlog zogenaamd staan. En dus nog in de volgende fase van doorontwikkeling verder toegevoegd zullen gaan worden. Super, ik krijg ondertussen vragen binnen, wat hartstikke leuk is. Dus stel ze gerust in de chat. Ik heb van Ron, krijg ik nou binnen, was er ook weerstand tegen de veranderingen van de werkwijze en het uitvoeren van een pilot? Ik denk dat dat een mooie vraag is voor het CBZ. Echte weerstand hebben we eigenlijk niet gehad, omdat iedereen er wel een verbetering in zag. Het enige puntje, als je het weerstand zou kunnen noemen, is het gewenning. Dat is eigenlijk, ja, of dat je dat nou echt als weerstand moet omschrijven, ik denk het niet. Ja, ik heb het niet zo ervaren. Ja, ik ook niet. Echt, ook de mensen waarbij je hebt altijd wel een paar collega's waarbij je een beetje angstig bent van, oh jee, hè, dat is iemand die niet zo makkelijk... die niet zo digitaal handig is, zal dat wel goed gaan. Dat we toch wat angst hadden voor sommige mensen, dat die nu iets wat ze normaal gewoon konden zeggen, nu moesten gaan typen bijvoorbeeld. Maar ook die mensen, daar hebben we nauwelijks nog problemen ondervonden. En ik denk toch dat de kracht hem erin zat dat de werkvloer dit mee heeft ontwikkeld, zelfs het idee heeft bedacht. Dus niemand... heeft gezegd, dit is niet goed wat jullie doen en het moet anders, het moet namelijk zo.
Dit is helemaal op eigen kracht verzonnen en ontworpen. Dus je ziet gewoon dat mensen daar dan ook achter staan en blij zijn met het eindproduct. Dus er is nauwelijks weerstand geweest. Ja. Dus eigenlijk qua implementatie is dat heel soepel verlopen. Ja. Mooi. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Hier staat helaas geen naam bij, maar krijgt de operatiekamer een update van de bestelling? Dat je weet dat de bestelling is opgepakt, zoals bijvoorbeeld een track-and-trace code? Ja, geen track-and-trace code, maar het is zo dat op het moment dat zij de bestelling versturen naar de logistiek medewerker en zij nemen hem aan, dan verandert de status in het scherm van de OK in behandeling. En op het moment dat wij hem, kijk daar zie je hem in beeld, die blauwe in behandeling, dan is als wij hem in ieder geval hebben ontvangen en in behandeling hebben genomen. En op het moment dat wij hem bij elkaar hebben afgeleverd, dan klikken we dat ook aan in de app. En dan verandert de status naar uitgevoerd en dan weten ze dat het klaar ligt. Klinkt eigenlijk heel logisch, hè? Dat dan niet in, zeg maar. we gaan een beetje richting de afrondende. Er komt nog één vraag binnen. Ik ga even die stel ik nog even. Ook geen naam, maar kan je de aanvulslijst op de OK ook invullen in een app op een device? Anders moeten medewerkers steeds van de kast naar de vaste scherm lopen. Volgens mij wel, maar ik geef toch even het woord aan Proud Nerd, zodat we het zeker weten. Zou je de vraag nog één keer kunnen halen, Mirjam? Kun je de aanvullijst op de OK ook invullen in een app op een device? Anders moeten medewerkers steeds naar de kast, naar het vaste scherm lopen. Ja. Dat kunnen wij misschien wel beantwoorden. Misschien kunnen wij dat ook wel beantwoorden. Ja. Deels, maar dat zou de Niels dadelijk wel even moeten. Wil ik wel bij hun toetsen of zo. Volgens mij kan het ook op een. Op een tablet, zeg maar, in de OK. We hebben ervoor gekozen om het wat groter te maken, dus op een beeldscherm, zodat je het wat beter erheen kan scrollen en je wat meer in je beeld ziet. Volgens mij zou het technisch ook moeten kunnen, maar dat laat ik dan even aan die mannen. Maar wij zijn ook bezig om te kijken met die aanvullijst, inderdaad. En ga je dan bijvoorbeeld op het moment dat je het hebt gepakt en het is op, of je wil het aangevuld hebben, dat je het in een soort winkelmandje zet en dat je het aan het eind van de dag pas verstuurt. Daar zijn we ook nog over na aan het denken van hoe zouden we dat nou kunnen doen. En die vraag, ja, die ligt deels ook eigenlijk al wel bij de pro-nerds om dat samen op te gaan pakken. Om te kijken hoe kunnen we dat proces ook nog makkelijker maken. Ja, want eigenlijk is dat dus een proces naast de normale app to order. Want de app to order is alleen logistiek op dat moment op de OK. En de invullijst is iets wat gebeurt gedurende de dag wanneer materialen gebruikt worden op de OK. Heb ik dat goed? Ja, klopt, ja. Het is een soort grijpvoorraadje wat je in je OK hebt. Ja. En dat moet aangevuld worden. En in veel gevallen gaat dat nu met lijsten. En daar zou dit de perfecte oplossing voor zijn. Ja. Maar ik wil nog wel even aanvullen. De app is, die is echt gebouwd, het is echt een webapplicatie. Dus die draait in een browser. Dus in principe op ieder apparaat waar een browser op draait, daar kan ook beide apps op draaien. En dat kan dus een tablet zijn, dat kan een telefoon zijn, dat kan een groot scherm zijn, een klein scherm. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij met name de OK-app, die hebben natuurlijk zo gebouwd dat die geoptimaliseerd is voor een groot scherm. Dus op het moment dat je hem op een klein scherm zou doen, dan is hij nog wel bruikbaar. Maar dan is hij niet helemaal optimaal. Ja. Maar hij is ook helemaal niet onafhankelijk. Helder. Ik ga even door naar de laatste vraag, want de tijd vliegt alweer voorbij. Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren en wat zijn nog de toekomstplannen eventueel? Oh. Ja. Wat we net al deels hebben gezegd, ook de kracht zat hem echt in dat mensen van de werkvloer met de mensen aan tafel zaten die het moesten ontwikkelen. Dat, ja, dat is gewoon een goede zet geweest. Dat zou mensen die hier luisteren en dezelfde verantwoordelijkheid hebben als die ik heb ook mee willen geven.
om die mensen ook gelijk vanaf dag 1 te betrekken. Want dat, ja, dat is denk ik gewoon de sleutel geweest naar het succes. En ja, het waren ook hele leuke bijeenkomsten. Omdat voor de Proud Nerds was het weer heel leuk om eens te horen hoe gaat het dan eigenlijk op zo'n OKR-complex en hoe lopen die processen dan. En dan gelijk met de blik van hoe kunnen we ze dan helpen en iets ontwikkelen om dat beter te krijgen. Dus ja, wat dat betreft vond ik het een hele leuke, maar ook wel prettige samenwerking. Ja, ze snapten zeg maar wel met hun ontwikkelogen, snapten ze gewoon waar wij naar op zoek waren op de een of andere manier. En dat, ja, dat is gewoon heel goed verlopen. Leuk. Ik denk voor de toekomst, het groepje ook in stand. Dus die komen nog steeds periodiek bij elkaar om te bespreken van nou, zien we nog meer ontwikkelingen, welke kant willen we op met de app. En wel grappig, want die aanvullijst, dat is een van de dingen die ook bovenaan bij de bespreking staat inderdaad. Ja. Proud Nerd, willen jullie nog een laatste samenwerking woord en toekomstvisie en vervolgstappen nog even inhaken? Ja, ik sluit me helemaal aan bij Dick. Ik vond het echt natuurlijk een superleuk project, maar ook de projectgroep was echt een hele fijne samenwerking. Iedereen was super enthousiast, ook over de eindresultaten. Dat is natuurlijk altijd mooi, hè, als dat helemaal omarmd wordt. En we zijn ook echt heel blij dat wij deze toegevoegde waarde hebben kunnen bieden. Mooi. Ja? Daar kijken we positief terug. Ja, en wat betreft de toekomstplannen, daar zijn we natuurlijk ook druk mee bezig. We hebben de applicatie natuurlijk in eerste instantie samen met ook het naam van CWZ verbouwd. Maar het is nu een op zichzelf staande applicatie die ook door de manier waarop die gebouwd is heel eenvoudig ook op andere plekken en andere ziekenhuizen in te zetten is. En dat is, dat is eigenlijk het proces waar we nu sinds eind vorig jaar in zitten. Dus we hebben de applicatie is ook voor andere ziekenhuizen beschikbaar. We zijn ook met andere ziekenhuizen in gesprek. En waar we naartoe willen is dat we hopelijk dat er meer ziekenhuizen zijn waar we met de applicatie toegevoegde waarde kunnen bieden. En die ook er samen voor kunnen gaan zorgen door middel van een soort gebruikersgroep, zal ik maar zeggen. Ook nieuwe ideeën aan kunnen dragen, zodat voor iedereen de applicatie beter kan worden. Wat je ook ziet is dat bij ieder ziekenhuis, hè, want wat ik al zei, we zijn met best wel partijen inmiddels ook in gesprek die hier interesse in hebben. Dat overal bijvoorbeeld het proces net iets anders is. Of dat ze inderdaad met andere systemen werken. Dus dat de import uit een ander systeem moet komen. Of dat ze, echt al van voorbeelden waardoor het misschien net iets anders is. Maar dat is met eigenlijk de nieuwe op de applicatie gebouwd, is redelijk eenvoudig te omzeilen. De implementatietijd is daardoor ook redelijk kort. En we kunnen ook weer wat we op de ene plek horen op de andere plek meenemen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar we nu staan en hoe we de toekomst verder ook in gaan zetten. Corona maakt het allemaal niet heel veel makkelijker, dat zullen jullie begrijpen. De druk bij de is natuurlijk extra groot, waardoor je niet overal even makkelijk het verhaal kan doen of kan laten zien. Maar we hebben een mooie online demo gemaakt die we ook samen met het CWZ kunnen presenteren, zodat we ook andere ziekenhuizen kunnen laten zien hoe het werkt en hoe we daar op maat een implementatie zouden kunnen doen. Dus dat is een beetje waar we nu staan en waar we de komende maanden verder met andere ziekenhuizen ook in gesprek gaan. Nou, ik neem vast aan dat als er geïnteresseerden zijn, dat ze jou mogen contacteren en wellicht ook wel het CWZ voor gebruikservaringen te delen. Ik krijg nog een vraag binnen. Is het ook mogelijk om een demo op locatie bij te wonen, op den duur bijvoorbeeld bij het CWZ? Als er geen vraag meer binnenkomt, is dit de laatste vraag, want anders gaan we over onze tijd heen. Casper, zou je hier nog kunnen antwoorden over de demo? Jazeker. Ja, dat is inderdaad mogelijk. We hebben daar, dat is natuurlijk afhankelijk van de drukte. Alleen we hebben wel met inderdaad de CBZ, die willen ook hun innovatie graag ook aan andere ziekenhuizen tentoonstellen. Dus die mogelijkheid is er. Het antwoord is eigenlijk simpel, dat kan inderdaad. Super, dan sluiten we het hierbij af.
Mochten er dus nog vragen zijn, nou, Caspers nummer staat in beeld. Met zijn mooie foto erbij. Ik wil jullie allen bedanken voor de aanwezigheid bij deze webinar. Nou ja, mocht je nog vragen hebben, neem contact op. Mag ook bij ons, dan sluizen wij jullie door. Dankjewel. En nou ja, wellicht tot ziens. Zo, dankjewel allemaal.